Katja Schuurman ligt onder vuur vanwege een ongepaste reclameshoot op het Afrikaanse eiland Zanzibar. Daar heeft ze zich op glamoureuze wijze laten fotograferen, met op de achtergrond twee jongetjes die ogenschijnlijk deel uitmaken van de arme lokale bevolking. Katja maakt reclame voor een schoenenmerk, terwijl de jongetjes niet eens schoenen dragen. Naast de setting is er ook veel kritiek op Katja's hypocrisie. Ze vliegt bij elkaar 15.000 kilometer om twee sandalen op de foto te laten zetten, terwijl ze andere mensen maant om te letten op hun CO2-uitstoot. Waarom ga je helemaal naar Zanzibar om zo'n foto te doen, vraagt Sandra Schuurhof zich af in Shownieuws. Sandra vindt het onbegrijpelijk. Ik ben er net geweest en het is gewoon een Afrikaans land, maar ook gewoon heel arm. Op het moment dat je uit je prachtige resort stapt, dan bevind je je gewoon. De mensen hebben heel weinig. Waarom ga je zo'n fotoshoot daar schieten? Dan denk ik, doe dat in Barcelona. Zo'n glamoureuze setting past niet op het arme Zanzibar, vindt Sandra. Je wil flaneren, ze heeft zo'n jurk aan, je wil die schoenen verkopen. Daar loop je op je slippers. Die jongen heeft een pak aan. Een pak aan. Het is 35 graden. Je zweet uit alle gaten en hoeken, dus je wil gewoon je zwembroek en slippers aan. Waarom ga je dat in die armoede etaleren? Katja heeft een misstap begaan, vindt Sandra. Ik geloof echt wel dat Katja het hart op de goede plaats heeft. Ze doet ook return to sender en ontzettend veel voor mensen in de wereld die het moeilijk hebben, maar deze foto is wel echt een miskleun. Storybaas Guido den Aantrekker ergert zich vooral aan Katja's hypocrisie. De kindjes lijken gewoon de entourage te zijn en van niets te weten. Later wordt er gezegd, ja, wij betalen die kindjes soms wat en hun ouders geven er toestemming voor, maar hoe kosher is dat allemaal? Hij wijst bovendien op haar rol als klimaatstrijder. Katja blaast altijd hoog van de toren dat die CO2-uitstoot beperkt moet worden, zegt hij. En nu blijkt Katja zelf een CO2-monster. Nou hadden we laatst toevallig in Story een reportage over Femke Halsema, die ook al op Curaçao op vakantie was, terwijl zij ook altijd propageert dat vliegen heel slecht is. Niet heel geloofwaardig allemaal, aldus Guido. En Katja houdt van nachtvluchten uit Afrika. Dat weten we ook allemaal. Ik hoop dat ze zich nu wel iets netter gedragen heeft. Wat vindt Katja zelf? Luc Ikink zegt in RTL Boulevard, Katja zelf vindt het jammer dat mensen bij het zien van zwarte kinderen meteen denken dat ze arm zijn. Dat zegt ook wel iets over degene die dat zien. Een flauwe reactie, vindt hij. Wij kennen natuurlijk niet de achtergrond van die kinderen, maar die foto is gemaakt in Zanzibar. Nou, daar is wel een enorm contrast tussen rijk en arm natuurlijk. Ik kan me wel voorstellen dat als mensen die foto zien, ze denken, waarom moet je daar meteen mee gaan spelen met dat beeld? De reactie van Van Bommel, het merk waarvoor Katja reclame maakt, luidt als volgt, we begrijpen dat iedereen tegenwoordig op de toppen van zijn en haar tenen loopt als het aankomt op alle mogelijke vormen van misbruik. Wat ons betreft is daar hier geen sprake van. De kinderen hebben met toestemming van de ouders een paar minuutjes meegewerkt aan de foto.